Yes, yes, goedenavond allemaal. Goedenavond, lieve hardlopers en kijkers bij de Runspiration Podcast. Ik heb een hele interessante gast voor je. We hebben van tevoren al een klein beetje gekletst om even wat aan elkaar te snuffelen. Het gaat om Robert Lathouwers, je bent eigenlijk nooit oud-Olympiër, hè? Je bent Olympiër, 800 meter. In Londen en in Beijing 2008 en 2012 heeft hij Nederland vertegenwoordigd. En sindsdien is hij de hardloopwereld niet uitgegaan. Tegenwoordig is hij community manager bij de Essex Frontrunner. En geeft hij een heleboel clinics. Nou, hij doet nog veel meer, maar laat ik Robert erbij halen, want daar kan hij zelf ontzettend mooi over vertellen. Even kijken. Yes, daar is hij dan. Robert, goedenavond. Goedenavond. Gezellig. Goedenavond. Ja, zeker, zeker. Wat doe je tegenwoordig? Misschien dat je daar eens mee moet beginnen. Tegenwoordig, nou ja, goed, ik ben eigenlijk al 2 jaar nu gestopt als actief topatleet. En vlak voordat ik ben gestopt, eigenlijk ik al 4 jaar ervoor, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Robert Lathouwers Sports Excellence heet dat. Dat is een bedrijf waarin ik eigenlijk mezelf verhuur. In het geven van clinics, van trainingen, van personal training, workshops. Motivational speeches. Mm-hmm. Dus eigenlijk verhuur ik mezelf als topsporter. Toen de tijd nog. En nu als oud topsporter. Om mensen trainingen te geven. Techniektrainingen, loopscholing. Hoe moet ik nou eigenlijk lopen? Want hardloopschoenen kopen kan iedereen. Mm-hmm. Hoe moet ik hardlopen? Dat is toch nog wel eventjes. Er zit nog wel een trucje aan. En zeker om blessurevrij hard te lopen. Dat is ook nogal lastig. Dus ja. Dat doe ik tegenwoordig. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ook community manager inderdaad voor het Essex Frontrunner team in Nederland en België. Dus ik ben eigenlijk het hoofd van team Frontrunner Nederland en België. Oké, nou, dat is een hele mond vol. laten we eens even helemaal teruggaan naar het... de jonge jaren van Robert Lathouwers. Hoe ben jij met hardlopen in aanraking gekomen? Ik was 5 jaar. Toen mijn ouders deden allebei aan hardlopen. Mijn vader en mijn moeder die liepen marathons. Mm-hmm. Bij PAK in Rotterdam. En ik was 5 jaar. En eigenlijk mocht ik nog niet op atletiek. Want dan mag je pas op als je 6 bent. Maar omdat ik altijd zo veel aan het rennen en aan het springen was... hadden ze toch maar een poging gedaan om mij iets eerder op atletiek te zetten. En het mocht. Ik mocht er al eerder op. En na 3 weken, toen ik 5 was, na 3 weken had ik een wedstrijd, de clubkampioenschappen. En toen werd ik 3e. Mm-hmm. Toen na 3 weekjes trainen. En ik was natuurlijk zo blij, want hoe jonger je bent, hoe groter de beker altijd is. Ja. En hoe ouder je wordt en hoe belangrijker de wedstrijden worden, hoe kleiner het medailletje wordt. Mm-hmm. Dus op de Olympische Spelen krijg je zo'n klein medailletje. En toen ik 5 was, kreeg ik zo'n beker. Ja. Dus ik was natuurlijk helemaal verkocht op het moment dat ik die beker kreeg. Mm-hmm. Sindsdien, eigenlijk vanaf mijn 5e, heb ik het dus niet meer losgelaten. Oké. En hoe ontwikkelt zoiets dan tot en met de Olympische Spelen? Ik heb dus altijd bij PAK dus vanaf mijn 5e meerkamp. Dus altijd meerkamp gedaan. Mm-hmm. Tot mijn 17e. Ja. En ik kon op een gegeven moment naar de Europese kampioenschappen op de meerkamp. Maar ik had ook tijdens de meerkamp had ik de limiet gelopen voor de Europese kampioenschappen op de 400 meter. Mm. Maar meerkampen en 400 meter, dat kan niet samen. Want 400 meter is een van de meest verzurende onderdelen die er bestaat. Ja. Naast de 800 meter. En daar moet je zo lang van herstellen dat je niet ook nog even een meerkamp tussendoor kan draaien. Toen heb ik besloten om echt voor de 400 meter te gaan. Ja. Omdat ik liever heel erg goed was op één onderdeel dan gemiddeld, of ook nog wel goed, maar gemiddeld op alle onderdelen. Ja. Dus ik wilde gewoon de beste van de wereld worden op de 400 meter. Ja. Nou goed,
dat verhaal doortrekken naar de Olympische Spelen. Want ik heb natuurlijk de Olympische Spelen niet de 400 meter gelopen, maar de 800 meter. Mm-hmm. Dat kwam omdat ik me ging specialiseren op de 400 meter. Daar heb ik toen 7 keer mijn hamstrings opgescheurd op dat nummer. Zo. Dus ik heb 7 keer mijn hamstrings gescheurd. 4 keer rechts, 3 keer links uit mijn hoofd. En dat bleef maar komen. Dus op een gegeven moment, elke keer als ik richting die internationale top ging, dan scheurde ik weer mijn hamstring. En viel ik eigenlijk weer terug. En toen hebben we besloten om voor die 800 meter te gaan. In 2008 hebben we dat gedaan. En in 2008, een paar maanden later, liep ik de Olympische Spelen, 800 meter. Zo, gaaf hoor. Oké, en toen, want je hebt eigenlijk een soort van, er komen allerlei vragen in me op. Je hebt eigenlijk een soort van beslissing moeten nemen, zoals Daphne Schippers ook een paar jaar geleden heeft gedaan, om vol te focussen op één onderdeel. Hoe heb je die beslissing genomen? Nou ja, inderdaad, Daphne heeft precies hetzelfde gedaan. Dus we zijn allebei begonnen met de meerkamp. En we hebben op een gegeven moment besloten van, nou goed, we willen ons helemaal focussen op één nummer. Ja, en dat natuurlijk is het ontzettend jammer, want je gaat sprinten. En het is heel fijn dat je je kan toeleggen op de sprint. Ja. Maar de diversiteit van de meerkamp, die is natuurlijk, die mis je dan wel. Werpen, het springen, de werpnummers, hoog springen, horden lopen, verspringen, kogelstoten. Ja. Alles komt er bij kijken. Het is een perfecte ontwikkeling. En daarom denk ik ook dat wij, ik en Daphne, en Daphne in de film, betere mate natuurlijk, die is nog beter geworden. Maar dat die meerkamp wel echt een deel daarvan heeft gemaakt. Omdat onze basis zo breed is, we zijn zo goed ontwikkeld. Ja, precies. Alle kanten op. Dus niet alleen maar rechtdoor, maar ook naar links en naar rechts. En onze spieren zijn zo ontwikkeld door die meerkamp. Ja, dat je daar op het hardlopen ook heel veel aan hebt. Ja, ja, ik denk dat ook wel een groot voordeel is ten opzichte van mensen die echt heel erg eenzijdig trainen. Hoe denk jij erover? Ja, precies hetzelfde. En daarom vind ik ook belangrijk dat mensen naast alleen maar het rechtdoor lopen, toch ook andere soorten van bewegingen erin proberen te krijgen. Dus ook zijwaartse bewegingen. Want precies het voorbeeld dat ik net zei, dat ik 7 keer mijn hamstring scheurde, ja. Dat kwam omdat ik was als meerkamper bijna nooit geblesseerd. Op het moment dat ik 400 meter ging lopen, ging ik alleen nog maar rechtuit, rechtuit, rechtuit. Ja. Dus ik werd minder veelzijdig getraind. En op het moment dus dat ik alleen maar ging sprinten, toen scheurde ik dus 7 keer mijn hamstrings. Nou, dat is wel heel interessant. Los van het feit dat het natuurlijk verschrikkelijk is om 7 keer je hamstring te scheuren. Oké, en hoe heb je uiteindelijk die blessures overwonnen dan? Door over te stappen naar de 800 meter. Nou, is het, want kijk, laten we. Wat is dan het grote verschil tussen de 400 en de 800? Dat het zo minder blessure gevoelig maakt? Nou, dat is het helemaal niet hoor. Want de 800 is net zo blessuregevoelig, maar daar heb ik ook nog wel een paar verhalen over. Maar op een gegeven moment, we hadden uitgedokterd met de dokter, met de sportarts. Dat het dus aan mijn diepe lage buikspieren lag. Ja. Dus gekanteld naar achteren. Dus ik ben die diepe lage buikspieren gaan trainen. Waardoor dat bekken wat meer naar voren gekanteld wordt. Daardoor komt er dus minder trek op die hamstring. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd. Daarbij de overstap naar de 800 meter. Hè, op een 400 meter liep ik 46 seconden. En op een 800 meter komen we 49 seconden à 50 seconden door op de eerste 400. En dan nog 400 doorlopen. Maar ja, goed, 46 seconden of 49 seconden, ja, dat klinkt niet veel. Maar die 3 seconden is wel net volle bak. Ja. Of net even een tandje eronder, waardoor je dus nog een rondje door kan. Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat ik daar in aan mijn hamstrings niet meer geblesseerd raakte. Oké. Maar, maak je zin eens af? Ik voelde de vraag al aankomen. Ja, natuurlijk.
Ik raakte op een gegeven moment, kreeg ik stressfractuur in mijn voet. Omdat ik dus van sprinter, eigenlijk met de kilometers die ik maakte helemaal niet veel kilometers als sprinter. Ben ik dus naar de 800 meter gegaan en moest dus ook iets meer duurloopjes gaan doen. Ja. Nou ben ik eigenlijk altijd wel sprinter gebleven, want mijn langste duurlopen was 6 keer 1000 meter. En mijn concurrenten, bijvoorbeeld Bram Somme en Arnoud Okke, die liepen in Kenia liepen ze vaak 180 kilometer in een week. Zo, hallo. Waar ik max aan 30 kilometer in de week kwam. Mm. Maar ja, 30 kilometer in de week totaal, in mijn lange trainingen dan. Hè? Mm. Dat is natuurlijk altijd nog 25 kilometer als sprinter. Ja. Dus kreeg ik stressfracturen in mijn voeten. Daarbij in Berlijn, in een Diamond League in 2008... stond ik op de voet van mijn voorganger, van Chip Kierwok. We gingen naar 100 meter naar binnen en hij sneed me af bij het naar binnen gaan. Ik stond op zijn hak, per ongeluk natuurlijk. En ik klapte door mijn enkel heen. En ik scheurde al mijn enkelbanden aan de rechterkant van mijn voet af. Holy moly. Ja, en een paar maanden later was de Olympische Spelen, waar ik me nog niet voor had gekwalificeerd. Mm-hmm. Ja, dus die kansen waren eigenlijk verkeken. De artsen wilden me verder niet meer helpen. Want die zeggen, ja, joh, je enkelbanden zijn afgescheurd. Dat is minimaal 2-3 maanden herstellen. En dan kan je weer op gaan bouwen. Zo. Maar ja, ik zat zo dicht bij de Olympische Spelen. Dat ik heb besloten om gewoon zelf mijn enkel in te tapen. Ja. Omdat niemand me wilde helpen. Nou ja, goed, en terecht natuurlijk. Want je maakt waarschijnlijk meer kapot dan je lief is. Maar goed, ik wilde niet de Olympische Spelen halen. En ik moest een paar weken daarna de Nederlands kampioenschappen lopen. Want als je geen Nederlands kampioenschappen loopt, mag je niet aan de Olympische Spelen meedoen. Dus ik moest de Nederlands kampioenschappen lopen. Dus ik heb mijn enkel helemaal ingetaped en ik ben weer gaan trainen. Ongeveer twee, drie keer per training moest ik gewoon overgeven van de pijn. Want ik begon te trainen. Hè. De zwelling moest eerst weg zijn, dus ik had mijn enkelbanden gescheurd. Toen 4 dagen later was de ergste zwelling weg. Ja. Door allemaal middeltjes wat we hebben gebruikt. Toen heb ik mijn enkel ingetaped. Toen paste ik ook weer in mijn schoen. En toen ben ik dus gaan trainen. Dus ik moest 2-3 keer per training moest echt overgeven. Zo. Van de pijn. Omdat natuurlijk die voet die is helemaal los. Die zit los in de tape eigenlijk. Dus die tape. En toen ben ik gaan trainen. En toen liep ik na twee of drie weken later liep ik de Nederlands kampioenschappen. En toen werd ik Nederlands kampioen. Met tape nog op mijn voet. Mm-hmm. En toen op de allerlaatste dag dat je de Olympische Spelen limiet kon halen. Dus de dag voor de sluitingsdatum. Toen liep ik in Monaco. Liep ik een half seconde onder de limiet. Dus ook nog met tape. Nog steeds met tape. En toen mocht ik naar de Olympische Spelen. Dus toen kon ik meteen doorvliegen vanuit Monaco naar Japan toe. En in Japan ging ik op trainingskamp. En een paar weken of 2 weken later vlogen we naar China, naar Beijing. En mocht de Olympische Spelen lopen. Goh, wat een verhaal joh. En wat is er in die tussentijd nog gedaan aan herstel? We hebben natuurlijk geprobeerd zoveel mogelijk het vocht weg te houden uit de enkel. Dus eigenlijk altijd maar gewoon met tape lopen. Dus zodat het ook niet echt op kan zwellen. Dat het de kans niet heeft om op te zwellen. Nou, je wil ook niet dat het te stijf wordt. Dus je moet het natuurlijk allemaal op rek houden. Mm. En verder hebben we er eigenlijk niet veel aan gedaan. En pas later ben ik geopereerd aan die enkel. Want die enkelbanden die lagen nog steeds los. En ik kreeg nog meer stressfracturen in mijn voeten die ik al had. Omdat die enkel natuurlijk totaal niet spoorde zoals die hoorde te sporen. Mm-hmm. Dus heel mijn enkel zat vol met stressfracturen. En dat zijn natuurlijk kleine haarscheurtjes in je bot. Uiteindelijk breekt dat bot een keer als je dat natuurlijk als je daar te lang mee blijft lopen. Ja. En toen na een paar jaar ben ik eraan geopereerd en hebben ze 2 gaten in mijn kuitbeen geboord. En hebben ze eigenlijk mijn enkelbanden opgetrokken en die hebben ze door mijn kuitbeen heen gevlochten. Ja. En dat zit nu met krammen zit dat vast. Oké. Okay. Nou, dat klinkt... Ik heb vroeger bij de scouting gezeten. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar... Jeetje, man. En nu? Heb je daar nu nog last van?
Nee, in principe niet. Want ik bedoel, ik heb daarna de Olympische Spelen 2012 ook nog gelopen. Die heb ik ook gehaald. Ja. Dus dat is allemaal prima. Nou, de medische wetenschap is wat dat betreft lekker. Ja. Hey, nou, jij bent uiteindelijk echt een specialist op de 800 meter. Wat is nou het geheim van zo'n snelle 800 meter? Poeh. Nou, je kan die 800 meter kan je natuurlijk op twee manieren kan je die ingaan. Je hebt natuurlijk twee rondes. Mm-hmm. Je kan de eerste ronde boemelen, zoals we dat noemen. Ja. Boemelen is eigenlijk een beetje afwachtend lopen. Ja. Dus niet van vooraf aan het tempo bepalen, maar een beetje in het midden of misschien zelfs een beetje achter in het veld gaan zitten. Waardoor je dus echt energie bespaart. Dat was eigenlijk wel mijn favoriet. Omdat ik natuurlijk heel veel snelheid heb. Ik was veel sneller dan de rest. Omdat ik een 200 en 400 meter loper was. Ja. Dus ik was echt een sprinter. Dus mijn snelheid lag gewoon letterlijk hoger dan die anderen. Die anderen hadden veel meer uithoudingsvermogen. Omdat die natuurlijk sommigen maakten. Ik zei Bram, sommigen aan het ook maakten 180 kilometer in een week. Dus die hadden veel meer uithoudingsvermogen. Maar ik had wat meer snelheid. Dus in een boemelrace, waar we bijvoorbeeld de eerste ronde doorkomen in 52 seconden. Kon ik de tweede ronde in plaats van dan langzamer te gaan lopen, kon ik ook weer een 52 seconden lopen. Ja. Waardoor je op 1,44 uitkomt. Dat kunnen gewoon niet heel erg veel 800 meter lopers. En dan heb je natuurlijk nog de tactiek is gewoon hard starten. Dus 49 seconden doorkomen. En dan kijken waar het schip strandt. Ja. En daar worden op zich worden daar wel de snelste tijden mee gelopen. Ja. Dus een haas die weggaat op 49 rond. Mm-hmm. Het veld erachteraan op 49,5. Ja, en dan gewoon doortrekken en kijken hoe lang je het volhoudt. Ja. Nou ja, op 600 meter gaat natuurlijk iedereen een stuk. Ja. Nog 200. Ja, en dan is het gewoon degene die op dat moment zijn dag heeft, wie het minst verzuurd is. Die gaat dan winnen. Ja. En dat zijn op zich die geregisseerde races, dus met haas, dat zijn op zich de snelste races. Ja. En die boemeltjes, daar kan je gewoon echt mooie wedstrijden mee winnen. Dus als er geboemeld wordt, dan was ik altijd wel blij. Ja. En hoe weet je dat van tevoren? Of spreek je daar iets over af? Of hoe werkt zoiets? Nee, dat weet je niet. Nee. Niemand wil natuurlijk zijn tactiek prijsgeven. Nee. In grote wedstrijden als Diamond Leagues, daar zijn altijd hazen. Hmm. Op het moment dat er hazen zijn, weet je eigenlijk altijd wel dat het hard gaat. Ja. Ja. Want die haas gaat natuurlijk meteen, die gaat op 49-0 zitten bijvoorbeeld, of 48 hoog zelfs soms. En dan weet je gewoon, als de rest meegaat, dan wordt het gewoon een harde race. Ja. Maar bijvoorbeeld Olympische Spelen zijn bijna altijd boemeltjes. Want daar is geen haas. Daar mag geen haas lopen. Ja. En niemand heeft zin om op de Olympische Spelen op kop te gaan lopen. Want dat kost kracht. Ja, precies. Dus dat soort wedstrijden liggen me dan wel. Kun je dan eigenlijk stellen dat de kwalificatie vaak pittiger is geweest dan de Olympische Spelen zelf? Omdat de Olympische Spelen boemeltjes waren en de kwalificatiewedstrijden vaak echte sprintwedstrijden? Ja. Ja, kwalificeren is altijd heel moeilijk. Zeker in Nederland, hè, dat weten de meesten wel. Mm. In Nederland liggen de limieten altijd veel scherper dan internationaal. Dus waar bijvoorbeeld de limiet internationaal 1 minuut 46 seconden is, is die in Nederland 1 minuut en 45 seconden. Ja. Dus dan gaan ze er een seconde onder zitten. Omdat ze in Nederland gewoon willen dat als je op de Olympische Spelen staat, dat ze ook echt dat je ook echt een medaille kan halen. Of bij wijze van spreken eigenlijk een finale, dat je een finale kan halen. Mm. Ja. Dat is, en voor minder gaan ze niet. Nee, ja, op zich kan ik me niets meer voorstellen. Maar ja, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van een Michel Butter die dan op 8 seconden zijn Olympische limiet haalt, of niet haalt, op de marathon. Wat is nou 8 seconden op een marathon? Ja, nee, praat mij er niet van. Ik heb hem... Ik heb hem, nou ja, goed... toen in 2008 had ik hem op 500ste, had ik hem niet. Ja. Uiteindelijk heb ik hem toch gehaald hoor, in de laatste wedstrijd. Maar
Ik liep toen in Athene, toen had ik hem op 500ste van een seconde had ik hem niet. Ja, dat is bizar. Nou, stel dat ik hem dus in Monaco niet had gelopen, dan was ik op 500ste dus niet naar de Olympische Spelen gegaan. Ja, maar wat dat betreft, dat is natuurlijk wel topsport. Je moet ergens een lijn trekken, anders dan gaat iedereen in discussie. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, het weer was slecht, dit is, was er, dat was er, ja. En dan komen dus al die mensen met allemaal smoezen. Maar goed, dan krijgt de atletiekunie heel druk om al die beweegredenen van iedereen daarover te gaan oordelen. Ja, leg je de grens hier, dan zal er altijd iemand zijn die net wel, net niet die grens haalt. Ja, waar je de grens ook legt, dat maakt dan geen verschil. Er zit altijd net iemand onder. Ja, precies. Ik wil even naar een vraag van Bert. Die stuurde mij van de week deze vraag al toe. En ik zal hem in beeld toveren. Zijn vraag was, wat was voor hemzelf, dus wat was voor jou de beste wedstrijd? Dat was voor mij, waren dat de FBK Games, de Fanny Blankenskoen Games in Hengelo. Dat was mijn allereerste echte 800 meter wedstrijd. Want ik was in januari en februari was ik toen in Zuid-Afrika. Toen hadden we in Zuid-Afrika hadden we besloten om echt vol op die 800 meter te gaan. Toen heb ik in Zuid-Afrika een wedstrijdje gelopen. Gewoon puur om te kijken of ik het überhaupt kon. En toen ik terugkwam, toen hebben we in juni de FBK Games gelopen als eerste echte wedstrijd. Mm-hmm. En daar stond toen de Olympisch kampioen stond er aan de start. De wereldranglijstaanvoerder, de wereldkampioen van het jaar ervoor. Dus de volledige internationale top, zeg maar een WK-finale of Olympische Spelenfinale, die stond daar toen aan de start. Plus mm-hmm. Robert Lathuis, omdat ik toevallig uit Nederland kwam, dus ik kreeg een wildcard. Want ik was veel, veel jonger, veel langzamer dan de rest. En die wedstrijd, die won ik. Nee joh. Ja. Jeetje, hoe sta je dan aan de start? Ga er maar aan staan. De complete wereldtop die staat daar. En jij mag aansluiten. Ja, nou ja, goed. Eigenlijk was de enige druk die ik mezelf had opgelegd. Is latje. Je mag geen laatste worden. Oké, ja. Dat was het enige wat ik tegen mezelf had gezegd. Dat ik wilde gewoon geen laatste worden. Mm-hmm. Want de één na laatste, want ik was absoluut de laatste qua tijd. Maar de één na laatste, die had een PR 3 seconden sneller als dat van mij. Zo. Dus dat was nogal wat. Dat is gewoon 30 meter bijna. Dus ik had gezegd, nou, gewoon geen laatste worden voor eigen publiek. En toen won ik hem dus. Onder andere door dat eigen publiek. Omdat dat zo uit zijn dak ging toen ik op een derde plaats lag met nog 100 meter te gaan. Ja, mm-hmm. En dan kikt die adrenaline erin. En nou, ik voel helemaal niks. Ik kon doorlopen. Nou, de vraag der vragen. Wat ging er toen door je heen? Yes, ik mag hem eindelijk een keer stellen. Ja, het was een heel, heel, heel bizar gevoel. Bijna onbeschrijfelijk. Eigenlijk, het enige wat ik aan het denken was, is waar blijven ze? Want ik lag derde plaats en de laatste bocht uit en met nog 100 meter te gaan op dat rechte stuk. Liep naar de eerste plaats, dus ik haalde de twee voor mij in. Dat was de wereldkampioen en nog iemand. En dus ik liep eerste en toen het enige wat ik dacht is van, oké, wanneer komen ze er allemaal overheen? Ja. Maar dat publiek ging helemaal uit zijn stekker. En ik kon gewoon door blijven lopen. Ik verzuurde niet. Ik kon gewoon mooie techniek houden. Dus dat is bijna voor mij nog mooier dan de Olympische Spelen. Ja. Dat was natuurlijk nare bijna, maar dit was echt een geweldige wedstrijd. Ja, want hoe is het dan om op zo'n... Tuurlijk. Hoe is het om als sporter op de Olympische Spelen te staan? Ja, dat is bizar. Daar komt heel veel druk bij kijken. Uh-huh. Je gaat jezelf op dat moment zo ontzettend veel druk opleggen. Omdat het natuurlijk maar misschien één keer in je leven voorkomt. Uh-huh. En je hebt er zo hard voor gewerkt. En dan sta je op die Olympische Spelen.
En dan moet het gebeuren. Als je mazzel hebt, dan ga je nog een keer. Of als je mazzel hebt, als je goed getraind hebt en je kan die tijd nog een keer lopen, dan ga je misschien twee keer. Een hele goede die het heel, een hele lange carrière hebben, misschien drie keer. Maar het is natuurlijk maar één keer in de vier jaar. Dus ja. Op het moment dat je op die dag een snotneus hebt, dan heb je een probleem. Ja. Want dan kom je in dat veld kom je niet mee. Ja, precies. Sommige mensen vinden het afrijden voor een rijbewijs heel spannend. Maar ja, die kun je nog een keer opnieuw doen. Maar zo'n Olympische Spelen, weet je zeker. Eén moment, vier jaar van tevoren staat het al vast. Dan moet het gebeuren. Ja. Wat doet dat met jou, die druk? Op zich, bij mij is het altijd hoe meer druk ik heb, hoe beter ik presteer. En als ik geen druk heb, dan leg ik mezelf die druk wel op. Want ik ben wat dat betreft een doemdenker. Mm-hmm. Dus ik ben geen Emil Ratelband, de chakaman en alles positief. Ik ben juist exact tegenovergestelde. Ik ben juist een doemdenker. Mm-hmm. Dat heeft een psycholoog mij ooit verteld. Mm-hmm. Ik praat mezelf juist de put in. Van Robert, je gaat het niet halen, jongen. En zeker ook op wedstrijden waar ik eigenlijk helemaal geen druk moet hebben. Destijds, ja, dat klinkt misschien een beetje fout, maar een Nederlands kampioenschappen, daar moest ik gewoon winnen. En ook nog wel met 2-3 seconden voorsprong, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar had ik geen druk eigenlijk moeten hebben. Maar dan ga ik toch mezelf automatisch op een of andere manier zoveel druk opleggen, door juist tegen mezelf te zeggen van, Robert, als jij hier gaat verliezen, terwijl dat je dat eigenlijk in geen enkele nachtmerrie zou kunnen gebeuren, maar als je hier gaat verliezen, nou, dan zet je jezelf toch voor lul. Ja. En daar krijg ik dan zoveel adrenaline van, dat ik dan juist goed presteer. Oké, dus in principe, want het is toch een, vaak wordt doemdenken uitgelegd als een hele negatieve mindset. Hoe heeft dat jou dan toch geholpen? Nou ja, het is natuurlijk jezelf gewoon druk opleggen. Ja. Als jij, ik kan gewoon niet goed presteren als ik geen druk heb. Ik moet gewoon onder druk staan om het beste uit mezelf te kunnen halen. En dat is logisch, want dat is een soort overlevingstactiek. Ja, dat is een copingmechanisme voor jou. Ja. Ja. Is dat, heb je dat ook buiten het sporten om? Ja. Ja, zeker. Ik ben wel een perfectionist in alles wat ik doe. Dus alles moet goed gebeuren en perfect en anders niet. Oké. Dus dat, daarmee leg je jezelf ook wel druk op. Ja. En dat kan dat is een hele goede eigenschap, vind ik zelf. Het is ook soms wel eens een lastige eigenschap. Ja, wanneer beperkt het jou? Nou, het beperkt me nooit. Want alles wat ik wil, dat lukt op een of andere manier. Gewoon misschien omdat ik er zo bedreven mee ben. Of als ik iets wil, dan ga ik er gewoon 100% voor. En dan ga ik niet en dan stop ik niet eerder voordat ik heb. Of voordat het me is gelukt wat ik wilde. Dus eigenlijk lukt het me altijd. Ook van puur om het feit dat ik niet eerder stop. Wat was je vraag eigenlijk? Wanneer of deze mindset je ook wel eens beperkt in dingen. Oh ja, nou ja, goed, je legt jezelf dus wel altijd druk op. Dus het beperkt me niet, want het lukt me altijd wat ik wil. Omdat ik zo doorzetter ben dan in dat geval. Maar het beperkt me alleen in dat ik soms om 12 werk ben bijvoorbeeld 's nachts. Ja, precies. Oké, en nou heb jij, dit vind ik echt een heel interessant onderwerp. Jij hebt gekozen voor een 400 meter, een 800 meter. Dat zijn per definitie onderdelen in de atletiek waar je gewoon de verzuring tot achter je oren en in je vingertoppen zit. En ik vind het altijd heel bijzonder als mensen zo diep kunnen gaan. Wat gaat er nou in je om? Op het moment dat je zo'n wedstrijd loopt en je bent aan het lopen, het zuur spuit uit je oren en je moet nog 200 meter. Wat gebeurt er dan? Nou, ik zou je vertellen, dat rotonderdeel, dat komt al veel eerder.
op het moment dat je 400 meter hebt gehad, en zeker bij een snelle race, dan kom je door 49 seconden. Dat is dan nog wel, dat gaat er nog wel. En bij 500, dan begint de verzuring echt te komen. En dan gaan ze versnellen. Okay. Altijd van 500 naar 600. Dus op het moment dat je denkt van, nu wil ik even relaxed lopen, om niet te erg de verzuring al in mijn kruin te voelen. Op het moment dat niet, dan gaan ze versnellen. Van 500 naar 600. En dat is altijd zo'n rot gevoel. En dan bij 600, dan zit dat zuur. Dan weet je eigenlijk op 600, weet je, of misschien zelfs op 500 al, dan weet je van dit gaat hem worden of dit gaat hem totaal niet worden. Okay. Als je bij 600 echt compleet verzuurd bent, of in ieder geval voor 90 of 95% al, dan weet je dat het niet gaat worden. Want dat is 50 meter, is dat 100%. En dan sta je geparkeerd. Ja, dat snap ik. Ergens ga je het natuurlijk van tevoren wel weten. Ik sprak vorige week Gianni Romme. En die zei, joh, je wil niet weten wat wij tijdens die 10.000 meter schaatser. In zijn tijd duurde dat 13 minuten plus. Hij zei, je wil niet weten wat wij onszelf allemaal in ons hoofd haalden tijdens die wedstrijden. Om maar niet te hoeven denken aan die pijn in onze poten. Heb jij daar voorbeelden van? Wat bij jou zo, hoe jij jezelf voor de gek hield? Nee. Ja, ik kan een heel mooi verhaal ophangen, maar dat heb ik niet. Nee, helaas niet. Nee, nou. Ik was wel gelukkig heel goed in verzuren. Dus mijn lactaatdrempel ligt heel hoog. Dus waar de meeste mensen bij wijze van spreken verzuren de 10 en de 15 millimol, kon ik tot 24 gaan. Goeiedag. Dat is natuurlijk een talent wat je hebt. Hè? Dat kan je ook bijna niet opbouwen. Dat kan je wel iets optrainen, maar nooit tot zo hoog. Nee. Dus ik kon gewoon met heel veel verzuring lopen. En bij mij dus was de verzuring eigenlijk het ergst de laatste 50 meter. Dat ik echt geparkeerd stond. Dus, en dan het enige waar ik aan dacht was knieën, armen. Op het moment dat je niet meer aan je knieën denkt, dan struikel je. Zo. Want je kan je benen niet meer heffen. Je krijgt je knieën niet meer omhoog. Dus je kan geen pas meer zetten. Omdat die benen zo vol lactaat zitten. Dus je denkt alleen maar knieën heffen. De ene been voor de ander. Die maakt die connecties niet meer. Dus dat moet je heel erg met je hoofd gaan doen. Heel erg gaan sturen met je hoofd. Ja. Goh. Dus ik ben gewoon heel erg gefocust op techniek dan. Oké. Ja, nou ja, goed. Dus zo verleg je eigenlijk toch je gedachten, hè? Ja, ook op die fiets. Ja, precies. Ja, ik dacht dus niet aan de verduring, maar ik dacht aan van focus op de techniek. Ja. Ja, goed. Oké. Even een sprongetje naar nu. Ik krijg overigens een melding op mijn... Dat zul je dus altijd zien. Ik krijg een melding op mijn laptop. Dat die over 4 minuten automatisch opnieuw opgestart wordt. Oh. Je verzint het niet. Echt waar. Dus, kan je niet uitschakelen? Ja, ik zal... Geef me even een minuutje. Ik ga even kijken of ik het ergens kan uitschakelen. Want dit... En als er mensen zitten te kijken die me hierbij kunnen helpen, ik... even kijken, hoor. Jeetje, dit is ook... waar staat die? Ja. Dat zijn die automatische updates. Even kijken, hoor. Yes! Nou, we zijn weer even terug. We doen even een knipje. Een cut. Mijn laptop is uitgevallen en automatische updates. En die staat hiernaast nog te draaien. Laat maar gaan. We zijn terug. En Robert is nog steeds aanwezig. Dus hartstikke goed. Mijn volgende vraag zou worden.
We hebben het gehad over je mindset en hoe je jezelf voor de gek houdt op een, tijdens trainingen en je gedachten verzetten naar, wat was het, knie-arm, elleboog. Nou, om maar niet bezig te moeten zijn met wat je eigenlijk aan het doen bent. Nou, je bent vervolgens gestopt als actief topsport. En wat is jouw huidige rol bij Essex, bij de frontrunners? Community manager. Zoals ik net al even in het introotje vertelde. Daar ben ik eigenlijk de oprichter van Essex Frontrunner. En Essex Frontrunner, dat zijn eigenlijk 30 hardloopgekken. Die het geweldig vinden om lekker hard te lopen. Of het nou 1 keer per week is of 6 keer per week. Of het nou professionals zijn of iemand die pure beginner is die 1 keer per week hard loopt. Dat maakt verder niet uit. We proberen zo divers mogelijk te zijn. Dus ik heb eigenlijk uit alle lagen van de hardloopwereld heb ik geprobeerd een beetje de mensen bij elkaar te krijgen. Nou, dat is denk ik aardig gelukt. Ja. Dat zijn er dus 30. Nou ja, goed, kijk, er zit natuurlijk ook wat commercieels achter. Hè? Essex sponsort deze atleten. Ik noem ze altijd atleten. Hè? Of je nou 1 keer per week traint of 7 keer per week. Als je hardloper bent, ben je een atleet. Dus die worden eigenlijk gesponsord door Essex. Wij geven ze kleren. We zorgen dat ze helemaal in het nieuw zitten. Ze gaan mee op evenementen, op trainingskampen met ons. Nationaal en internationaal. En zo gaan we in maart en oktober, er zijn 2 mogelijkheden, gaan we bijvoorbeeld naar Mallorca met z'n allen op trainingskamp. Kijk eens aan. En daar komt heel internationaal Nederland en België, waar ik de community manager van ben. Maar ook alle andere landen, hè, Zweden, Duitsland, Zuid-Afrika, alle landen die meedoen aan Essex Frontrunner, die komen daarheen. En wel daarvoor dragen zij gewoon het hardlopen, de fun. Die zijn hardlopen hebben, die dragen ze uit op social media. Ja, en dat doen ze natuurlijk dan in die nieuwe Essex kleding. Zo. Ja, gaaf hoor. Mooie winst-winst. Ja, wat is nou het korte doel daarvan eigenlijk? Vanuit Essex snap ik, hè, een stukje sponsoring eigenlijk door alle lagen van de hardlopen bevolking. Wat is jullie doel als community? Heel simpel, het inspireren van andere hardlopers. Of het inspireren van mensen die nog niet hardlopen. En het laten zien hoe leuk hardlopen wel niet is. En dat je niet 7 keer per week en professional hoeft te zijn om jezelf een atleet te noemen. Om lekker hardlopen, om hardlopen leuk te vinden. Ja. Nou ja, als ik het zo bekijk, dan dragen jullie dat op de juiste manier uit. Ja, vind ik hartstikke leuk om te volgen. Ja. Nou ben je 800 meter loper. En dan heb je weliswaar ouders die ook marathons lopen. Maar dan ga je vervolgens zelf in New York de marathon lopen. Hoe komt dat? En hoe is die stap gegaan? Ik werd benaderd door Runners World. En Runners World was een tussenpersoon tussen mij en Vivid. Ja. Je hebt Vivid Sport, het nieuwe sportdrank, hersteldrank moet ik zeggen. Een eiwitdrank die je gebruikt na het sporten. Met extra eiwitten die spieren herstellen en opbouwen. Nou goed, dat is even een heel mooi marketingstukje van mij tussendoor. Maar daar vroegen ze 2 gezichten voor. Of daar zochten ze 2 gezichten voor. Ja. Nou, dat ben ik geworden samen met Suzanne Krumens. Vroeger bekend als Suzanne Kuiper. En wij gingen allebei gingen wij een team trainen naar de New York City Marathon. Ja. Dat was eerst zou het de Amsterdam Marathon worden. En toen hebben ze toch besloten om New York te doen, omdat het toch vetter was. Nou, daar was ik niet mee oneens. Dus gingen we ze trainen naar de New York City Marathon. Ja. En toen vroegen ze aan ons, willen jullie lopen? Nou, ja. Suzanne kon dan sowieso niet lopen, want die is natuurlijk nog actief atleet. Hè? Ja, precies. Op de 5 en de 10 kilometer. Dus die kan niet zomaar even voor een marathon gaan trainen. Dat slaat nergens op.
Dus die zou sowieso niet lopen. En ik zei, nou jongens, heel leuk, maar bedankt. Dat doe ik ook niet, want ik ben een sprinter. En ik vind 6 keer 1 kilometer interval vind ik al ver. Hè? Dat was mijn langste training ooit geweest. Ja, precies. Ja, jongens, ik ga echt van mijn leven lang nooit zoals leven een marathon lopen. Want dat is, daar ben ik gewoon niet voor gemaakt. Dus nou, toen gingen de weken en de maanden gingen voorbij. En iedereen van mijn teams en van Suzanne de team, die waren aan het trainen voor die marathon. En eigenlijk wat wij met Essex proberen, met Frontrunner een beetje proberen uit te stralen, hè, dus anderen inspireren, dat hebben zij, hebben dat bij mij gedaan. Dus ik zag al die posts bijkomen over New York en over dat ze ervoor aan het trainen waren. En hoe vet het wel niet was in New York. Toen zat ik bij mezelf te denken van ja jongens, weet je, ik moet er toch heen. Ik ga mijn team daar coachen, ik ga ze begeleiden. Ja. We gaan als je met een super vet team gaan we daarheen. Dat wordt een prachtige week. En iedereen gaat lopen. Nou, Suzanne heeft een legitieme reden dat hij niet kan lopen, want die is nog midden in de carrière. Maar wat is nou mijn excuus eigenlijk? Ja, dat ik een sprinter ben. Dat is geen excuus. Ja, precies. Dat is ook een beetje een slap excuus. Dus toen dacht ik, nou, weet je, dit is echt zo'n once in a lifetime chance of opportunity. Die je gewoon niet kan laten lopen. Dus toen heb ik eigenlijk een paar weken van tevoren heb ik besloten om, ik denk een 6 weken van tevoren heb ik besloten om toch te gaan lopen. Mm-hmm. Terwijl ik natuurlijk nog steeds een sprinter was. Ik had geen training nog langer dan 6 keer 1000 meter gedaan. Serieus? 6 weken van tevoren had jij nog niet? Nee. Nou. Dus toen, ik had dat besloten, toen heb ik 's avonds, want ik geef heel veel bedrijvenclinics en bedrijventrainingen. Toen heb ik met een van die clinics, waren er maar een paar jongens, omdat het slecht weer was, en die hadden zin in een duurloopje. Dus ik zeg, nou prima, want normaal doen we dat niet, want je wilt de groep bij elkaar houden, dus doe ik heel veel intervaltraining. Ja. En die duurloopjes doen ze maar lekker zelf in hun vrije tijd, of in hun eigen tijd. Dus toen heb ik gezegd, nou jongens, doe mij een duurloopje en dan ga ik wel mee. Dus toen heb ik een duurloopje gaan van 15 kilometer. Ja. Echt, de kramp schoot overal in waar je het maar kon bedenken. Zo. We hebben zelfs voor die kramp in mijn kuit hebben we zelfs een keertje moeten stoppen op 12. En dus ben ik nog 3 ben ik een beetje naar teruggestrompeld. Dus het was dramatisch. Toen heb ik eigenlijk 2 weken, anderhalve week niks gedaan. Toen heb ik daarna een 20 kilometer gelopen in Italië. Toen was ik op vakantie. En toen heb ik in Italië 20 kilometer gelopen. Die ging supergoed. Was 31 graden. En dat doet mijn lichaam altijd heel erg goed. Warmte. Dus toen heb ik 20 kilometer gelopen. Nou, dat ging geweldig. Toen heb ik weer niks gedaan. 2 weken. Heb ik een 24 kilometer gedaan. Met het FIFA team. Ja. In Utrecht. En toen heb ik weer 2 weken niks gedaan. En toen heb ik 1 duurloop gepakt een week voor New York. En die duurloop was 30 kilometer. En toen was ik, die voelde ik wel zitten. En toen een week later in New York gelopen. Oké. Nou, dat is een allesbehalve standaard voorbereiding. En ook allesbehalve een voorbereiding die je zou aanraden aan iemand, toch? Ik raad het ook niet aan. Nee. Nee, oké. Noodbreekwet wat dat betreft. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik weet, mijn looptechniek is bijna perfect. Ik stond ook wel redelijk bekend om mijn looptechniek. Daarom, vandaar dat ik in mijn optiek ook die 800 meter goed kon. Mijn looptechniek is gewoon redelijk goed. En dat neem je toch wel mee in zo'n marathon. Ondanks dat ik die conditie totaal niet had. Natuurlijk kijk ik wel terug op ik ben nu 34, ik ben vanaf mijn 5e begonnen. Dus ik kijk wel terug op 29 jaar sporten, intensief sporten. Soms 2 keer per dag. Of vaak 2 keer per dag. Dus ik heb natuurlijk wel een overall conditie opgebouwd, maar niet de duurconditie. Nee, precies.
Dus het verbaasde mij toen ik over de FIFA. We gingen weg op. Ik ging samen met Monique. Ik liep met Monique van het FIFA-team. Monique van de Velde. Zat in Team Suzanne. Zat in een andere team. Gingen we weg op 3:45. Dus alle tijden had ik netjes op mijn arm geschreven om op 3:45 weg te gaan. Ik wilde gewoon de tijd onder de 4 uur. Maar ik denk, als ik nou gewoon op 3:45 wegga, dan kan ik. Ik wil gewoon 3:59 iets. Dat vond ik helemaal prima. Gewoon onder de 4 uur vond ik een mooie tijd. Dus we gingen 3:45 weg. En op 27 kilometer zaten we eigenlijk op 3:42 schema. En op 27 voelde ik me nog zo fris. Dat ik tegen Monique heb gezegd van, of eigenlijk, ik ging de hele tijd een klein beetje harder, waardoor Monique een klein beetje moest lossen en dan moest ik weer even inhouden. En op een gegeven moment zei Monique van, Robert, ga maar, want je gaat ietsjes te hard voor mij. Afscheid genomen en toen ben ik iets gaan versnellen. En van 3:42 schema liep ik toen naar 3:34. En uiteindelijk dus gefinished in 3:34. En Monique heeft mooi dat 3:42 schema volgehouden en die finished in 3:42. Zo, dan heb je in de laatste 15 kilometer echt nog fors weten te versnellen. Heb je nog een halve minuut per kilometer ingehaald? Ja, de laatste kilometer zat ik op 4:10 of 4:20 geloof ik. Zo, de knetters. Het ging echt heel makkelijk. Ik ben ook geen seconde in de problemen geweest. Dus ik weet echt niet hoe ik dat heb gedaan. Maar het voordeel was, in New York hebben ze om de mijl, dus elke mijl, niet om de mijl, elke mijl, hebben ze een drankpost. Nou, het is 26 mijl. Ja. En je krijgt volgens mij na 2 of 3 mijl als de eerste. Dus ze hebben 23 drankposten. Ja. Of 22. En dus ik heb wel bij elke drankpost heb ik water en energiedrank genomen. Dus ook niet qua kramp niet in de problemen geweest. Nee. Dus ik denk dat dat mijn redding is geweest. Of dat in ieder geval mij goed heeft gedaan. Ja. Hoe was het überhaupt om in New York te lopen? Het is ook een grote wens van mij om daar met een groepje klanten naartoe te gaan komend jaar. Dus daar ga je ook zeker iets van horen. Maar hoe was het om in New York te lopen? Nou ja, ik kan het je alleen maar heel erg aanraden. New York is zo fantastisch. Ik was er zelf ook echt nog nooit geweest in New York. Dus het was ook, de stad was voor mij ook volledig nieuw. En de ambiance was ook heel erg. Ik weet het natuurlijk niet, want ik heb geen andere marathon gelopen. Maar ik denk bijna dat ik mijn mooiste marathon al gehad heb. Ik weet niet of het nog beter kan dan dit. Ik bedoel, heel die route. Overal stonden het 2, 3, 4 dik soms. En op sommige plekken nog veel meer mensen. Allemaal zingen, gillen, schreeuwen, vlaggen. Ja, het is. Dus wat je eigenlijk op zo'n Olympische Spelen hebt, die adrenaline, die heb je daar ook. En je voelt heel die vermoeidheid niet. En iedereen heeft het maar over die man met de hamer op 30 of 32 of 34. Dus ik was eigenlijk alleen maar heel erg bang van wanneer gaat die komen. En op 27 dacht ik ook van, zal ik dan nu wel gaan versnellen? Want ik zit pas op 27 en bij 32 hamer waar iedereen het altijd over heeft. Maar goed, die kwam er niet. En ik dacht, bij 27 dacht ik ook al van, nou, die ga ik echt niet tegenkomen. Ineens over 3 kilometer, want op 27 voelde het alsof ik eigenlijk nog niet zoveel had gedaan. Dus ik wist wel dat ik die niet ging tegenkomen op 30, misschien op 36 of zoiets. Maar goed, dat risico, dat is dan, dat neem je dan maar. En je gaat een beetje van je eigen kunnen uit. Maar die ambiance New York en dat publiek, dat draag je er doorheen. Ja, fantastisch. Ja, het lijkt me zo'n goeie. Ja. Hey, en ik kreeg een vraag binnen van een welbekende van ons beiden. Marie Durieux. Die stelt jou deze vraag. Die zegt, joh, je volgende marathon, nummer 2, gaat plaatsvinden in Tokio. Ga je je nu anders voorbereiden? Nou, het is leuk natuurlijk dat hij van Marie komt. Marie is echt wel, ik mag hem toch wel een vriend noemen van me. En Marie was natuurlijk mee naar New York ook. In mijn team, in Team Robert. Hij had zich voor mijn team had hij zich opgegeven, dus het was super. Vlak voor New York kreeg ik inderdaad van Essex te horen dat we onze Community Managers Week, wij hebben altijd een week van Community Managers, een soort meeting.
Die was de afgelopen keer in Amsterdam, de keer daarvoor in Cyprus. En die zou nu dus in Tokio plaatsvinden. Dus iedereen vanuit over de hele wereld, alle community managers, die komen dan naar Tokio toe. Zo. En dat is, dat is in de week van 25 februari. En dan is dus die Tokio Marathon daar, die gesponsord wordt door Essex. Dus vandaar dat ze het natuurlijk daar doen, dat was logisch. En dus kreeg ik er vlak voor New York kreeg ik het mailtje van, ja, maar Robert, wil je dan meedoen aan die Tokio Marathon? Zo. Dus ik had teruggestuurd van, ja, super gaaf, maar mag ik niet eerst even New York afwachten? Jeetje, wat een luxe positie. Mag ik niet eerst even New York lopen? Dat is natuurlijk, dat staat natuurlijk buiten kijf, dat een luxe positie is. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik wist natuurlijk niet hoe ik of ik überhaupt een marathon kon lopen. Dus om dan al te zeggen, ja, terwijl ik nog nooit heb een marathon gelopen, ja, ik loop Tokio ook wel. Dat was natuurlijk, dat was van de gekke. Ja. Dus ik heb gezegd, nou ja, dus ik vroeg, mag ik na New York beslissen? Toen zeiden ze, nee, want we moeten nu je startnummers gaan regelen. Dus ik zeg, nou ja, weet je, doe maar. Afzeggen kan altijd nog. Ja. Dus ik heb inderdaad toen, nou goed, ik heb mijn startnummer voor Tokio dus binnen. Ja. En dus terugkomend op zijn vraag, ga ik me anders voorbereiden? Ik vrees het niet. want het is inmiddels half december en het is dus al over 2 maandjes. En ik heb na New York, naast de trainingen die ik geef voor bedrijven, dus die intervaltrainingen, heb ik nog geen enkel duurloopje gedaan. Dus ik denk dat ik daar misschien in januari wel weer mee ga starten. Uh-huh. Maar dat zullen weer gewoon 3, 4, hopelijk 5 duurloopjes worden. En dan gewoon weer Tokio lopen. Ik heb het helaas, ik had het graag gedaan, maar helaas heb ik het gewoon te druk met mijn eigen bedrijf en met Essex om veel ervoor te kunnen trainen. Ik had het graag gedaan, maar ik heb de tijd gewoon niet. En ik heb gezin, ik heb net een kleine, die is nu 2 jaar geworden. Maar dat vergt ook veel aandacht. Dus ik heb de tijd gewoon niet om die duurlopen vaker te pakken. Dus ik probeer er gewoon weer 3, 4 of 5 te pakken. En dan, en dan in Tokio wil ik dan wel iets harder weggaan proberen. Mm-hmm. En dan zou ik dat wel leuk vinden om daar onder de 3:30 te komen. Oké. Magische 3:30. Ja, goed. Ja. Jeetje. Ja, ik weet niet hoe het parcours van Tokio is. Ik bedoel, New York was natuurlijk heel erg met bruggen. Waar ik overigens niet heel veel last van heb gehad. Dat viel me wel mee. Ik vond ze eigenlijk wel lekker. Want je moest een brug op. Nou, dat was dan even een beetje doorlopen. Een beetje de knietjes wat hoger. Maar een brug af kon je natuurlijk wel flink vaart maken. Dus daar kon je echt wel heel veel compenseren. Dus ik heb daar niet echt veel last. Ik vond het eigenlijk ook wel lekker, een beetje dat verschil in tempo. En ik weet niet, misschien weet jij het beter, hoe het parcours is. Nou ja, daar vraag je me wat. Nee, ik heb me in Tokio eigenlijk ook nooit echt verdiept. Van New York weet ik het. Nou, er zijn er een aantal waar ik het wel van weet. Ja, Ik heb ook geen idee hoe dat ze daar zitten met smog, zit ik dan aan te denken. Maar dat is veel meer weer iets van Beijing, hè? Geen idee. Moet ik je het antwoord ook schuldig op blijven? Dus ik ga het ook gewoon weer lekker blanco in. En ik ga gewoon nu, omdat ik dus die laatste 15 kilometer gewoon te veel over had, ga ik proberen gewoon op 3:30 tempo weg te gaan. En dan gewoon weer net onder te duiken. Dat zou heel mooi zijn. Hè? Laat ik dat even. Ja, dat zou super gaaf zijn. Ja, absoluut. Even weer gebeuren, natuurlijk. Ja, als ik jouw voorbereiding zo hoor, dan doe ik toch iets fout met mijn 3:36. Je bent gewoon 2 minuten sneller dan ik. Terwijl je met 4 of 5 duurloopjes. Ik loop ook al vanaf mijn 5e, hè? Dus vergeet dat niet. Ja, vooruit dan. Dan heb ik nog iets in te halen. Ja, mooi. Oké. We zijn toe aan de laatste vraag. De laatste vraag is altijd van wie zou jij graag in deze podcast terugzien? Ik vond het moeilijk. Jij hebt mij dat al net gevraagd voordat we live gingen. En ik moest er nog even over nadenken. Want ik vind het ook lastig. Want kijk, uiteraard schiet het eerste wat in mijn gedachten schiet is Shurendi Martina. Ik ken hem natuurlijk goed. En die zou geweldig zijn.
die kan er een mooi verhaal van maken. En het zou mooi zijn als je dan wat diepgang bij hem ook kan zoeken. Want dat is voor sommigen is dat vrij, voor sommigen of de meeste journalisten. Ik weet niet of ik jou onder journalisme mag scharen, maar is dat vrij moeilijk? Dus dat zou mooi zijn. Goed, natuurlijk Daphne Schippers. Die willen we wel eens even aan de tand voelen. Ja. En die willen we wel eens wat vragen stellen. Maar aangezien dat redelijk onmogelijk is om die twee voor je camera te krijgen. Zeg nooit nooit, hè? Dus dat ja, jij hebt de ingang. Ja, absoluut, absoluut. Dus ik zal ze zeker vanuit jouw naam een mailtje sturen. Maar ik zou het wel eens leuk vinden om een wat bekendere politicus die ook natuurlijk fanatiek sporter is, om die eens aan het woord te laten. Ja. Ja, nou ja, ik kwam er van tevoren. Ja, politiek is een zware baan, een veelzijdige baan. En die dus daarnaast nog lekker aan het hardlopen is. En hoe die dat combineert met zijn werk. Dolf Jansen bijvoorbeeld, lijkt me ook geweldig. Ja, ook een interessante. Goh, dat is een hoek waar ik zelf nog niet aan had zitten denken. Ja, nou mooi, want ik weet dat er een Bredaarse politicus is die in Den Haag werkt, ook in de Tweede Kamer zit, die zeer fanatiek aan het hardlopen is. Ik ben alleen zijn naam even kwijt, maar wellicht dat mensen die nu zitten te luisteren of te kijken, die denken van, nou, volgens mij heb ik nog wel een ingangetje links of rechts. Laat het alsjeblieft weten. Dan kunnen we de podcast naar een hoger niveau tillen. En nog hoger niveau. En dat is altijd tof. Leuk. Ja, leuk. Ja, mooi. Robert, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw tijd en je enthousiasme. Ik vond het een inspirerend gesprek. Ik vond het leuk dat we eigenlijk alle kanten op zijn geschoten. En dat je zo open en eerlijk aanwezig bent geweest. Ja, jij ook hartstikke bedankt, jongen. Ik vond het leuk, gezellig. Graag gedaan. Van die computer vergeten we even. Ja, dat... Shit happens. Dat knippen we eruit, dus dat komt niemand te weten. Behalve degene die live kijken nu. Nou, prima. Goed, ik ga de live uitzending eventjes stoppen en dan spreken we elkaar nog heel even. Goedjes. Dankjewel. Hoi, hoi.